Toen Scherpenhuizen de beslissing had genomen om hier een nieuw pand te bouwen, hebben we meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons hele pakstation te moderniseren. Voorheen werden niet alleen de producten naar de lijn gebracht, maar ook alle dozen en kratten. Dat werd aan de lijn verpakt, alle dozenkratten werden opgestapeld op pallets en van daaruit ging het weer naar andere afdelingen. Een hele hoop logistieke bewegingen uiteraard, daar komt het rendement niet ten goede en zeker ook niet de veiligheid op de werkvloer. Om het pakstation te moderniseren, om dit gerealiseerd te krijgen, zijn we gaan samenwerken met Arco. En Arco kennen we al vele jaren. Die hebben bij ons al vele kleinere projecten gerealiseerd. En wij kennen Arco als een no-nonsense bedrijf. Die denkt in werkbare oplossingen, betaalbare oplossingen. Arco onderscheidt zich in deze van andere bedrijven. En ze hebben daarnaast alle kennis in huis. Bij de realisatie van dit nieuwe pakstation kwam natuurlijk ook de verhuizing van het oude pakstation om de hoek kijken. Want productie mocht natuurlijk niet stilvallen. Dus alles werd in fases werd overgebracht. En maar liefst 14 van onze verpakkingslijnen die moesten in het nieuwe project van Arco geïmplementeerd worden. Een behoorlijke klus, maar we hebben het met z'n allen geklaard. Uiteraard geeft het systeem de nodige besparingen en voordelen op velerlei gebied. Denk aan logistiek, aan arbeidsomstandigheden en borging van onze flexibiliteit. Daarnaast geeft het een verhoging van de veiligheid op de werkvloer. En het geeft veel meer rust binnen de hele organisatie. Wat de toekomst ons brengt? Goed, wij kennen Arco en Arco kent ons. We kennen elkaar sterke punten. We vullen elkaar aan waar mogelijk en we houden elkaar scherp. We weten elkaar wel weer te vinden.